Welkom in deze nieuwe video aan Bolstar. Ik ga deze uittesten. Dat is een masker, een uil. Ik ben eens benieuwd hoe het gaat zijn, want dat weet je natuurlijk nooit. Ik hoop dat het een beetje goed zit, want dat is wel belangrijk. Dus wel heel tof natuurlijk. Zo, een uil. Dus die gaan we proberen eens op te leggen. Dus we zien wat ik hier kan leggen. Alleen vooral kan zetten, want dat is natuurlijk wel belangrijk dat je het goed kunt zien. Je ziet er niets van. Verder misschien. Ja. Wacht, even dat hier wat stiller zetten. Want we hebben met YouTube anders problemen. En dat willen we niet. Het openkrijgen is al één ding. Scharen, zeker. Ik ga eerst even een schaar halen. Zo, dit is het. Het ruikt wel speciaal. Vraag me niet wat je geur het is, want ik kan niet thuis springen. Ik wil zeggen, het ruikt allemaal zelf, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Dus, en dan gaan we dat masker opzetten. Wel goed nat. Dat wel, maar. Het is echt goed nat. Is op de voorkant. Oké. Okay. Oh, dat is koud. Dat is echt koud. Dat is echt koud op je gezicht. Valt dat op dat het een uil is? Dit dan moet eigenlijk hier. Voilà. Mooi. Valt niet echt op dat het een uil is, hè? Allee, ja. Zodat je kunt zien, ik heb het masker afgedaan. Ja, dat was wat prikken en zo en dingen allemaal. Het zat ook niet 100% goed. Maar het was wel een leuke ervaring. Ik heb nog één masker te gaan. Eigenlijk nog twee, want ik wil eigenlijk nog een masker doen. Maar die was niet in de winkel, dus... Maar moest ik een panda vinden, ga ik er sowieso testen. Ik zal het misschien ook even meebrengen om mijn zus in een keer. Dat kunnen we het samen doen. Maar die uil was ook een beetje te groot. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje... Ja, ik ben wel 31, maar ik heb echt een kindelijk... Ja, het is niet zo groot, dus ik heb echt voor kindermaat nodig soms. En die uil was wel iets te groot, maar het was wel leuk om uit te testen. Ja, maar het prikte wel op een gegeven moment, dus ik heb het gewoon afgedaan. Maar het was wel, ja, om te zeggen, eigenlijk wel leuk om het eens te testen. Binnenkort ga ik er nog een paar kopen, als ze in solden staan. Want ik koop alleen maar in solden dingen aan. Dus, het was echt heel leuk. Ik heb er echt van genoten. Het was ook wel spannend, dus dat was ook wel mooi meegenomen. Even het licht uit, want ik ga naar beneden. Ja, we hebben het licht. Binnenkort is nog een nieuw masker. Ik ga natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd testen. Dus ik ben dan ook meteen in bad gesprongen om mijn gezicht goed te wassen. Wat ik wel heel belangrijk. Dus ik hoop dat je deze live... dat is omdat ik als live ben op Bolstar op TikTok. Dat ik zeg van, dit is een leuke live. Hopelijk vond je dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ja, misschien binnenkort nog eens bruisballen of zo. We zien het wel allemaal. Maar probeer zoveel mogelijk bij jullie te doen. Ik heb hier ook nog een boekje. Waar we ook nog heel veel dingen kunnen testen. Dus ja, we zien het wel. Maar in ieder geval al bedankt. Dat ik hier kom. Zit hier een kat in de zetel. Is het ze dan? Was ze aan het zoeken?
Die komt niet heel vaak in de video's de laatste tijd, omdat hij ook vaak onder het tekentje ligt. En dan laat hij die ook gewoon liggen, omdat ik nu zie, ben geen persoon die de kat gaat verplichten om in de video te komen en zo van dingen allemaal. Dus daarom, maar ik ga die een beetje